Op waar een avontuur, daar gaan we heen. En we gaan naar de Paddle Meadow Charlie. Ik heb er heel veel zin in met jullie. Achter het scherm, ik weet niet, want dat ruimt voor geen meter. En dat de laatste ook eigenlijk niet, maar ja. Ik ben heel slecht in ruimen. Dus, sorry. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in the Thousand Year Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij onder... Wait just a moment. Dankjewel, we hebben de Power Smash. Heel erg leuk. Mario, it's scary out there. Take this with you. Ik wil heel eventjes... It's called a badge and it's incredible helpful. Ja, maar mag ik alsjeblieft zeggen wat erin... You see, depending on the badges you have equipped, you'll get much more powerful. Ja, dat is heel erg fijn. Ik wil eigenlijk vertellen wat er in de vorige aflevering... What's important is knowing the effects when you first equip a badge. Would you like to practice equipping and removing badges? Nee, ik wil eigenlijk vertellen wat we in de vorige... Are you absolutely sure? This is the last time I ask. Do you want to practice? Nee, ik wil... By the way, you need flower points to use that smash move. In battle, you should watch not only your HP, but FP too. Did you get all that? Ja, mag ik nou alsjeblieft... Well, there's hoping you find that pipe to Paddle Meadows. Frankly, serieus. In de vorige aflevering hebben wij dus Frankly ontmoet. Zijn we erachter gekomen dat we naar Crystal Starts moeten gaan zoeken. Waarschijnlijk is Princess Peach ook Crystal Starts aan het zoeken. Ik zat er nog steeds van te kijken dat ze niet ontvoerd is. En ja, moeten we dus naar de Paddle Meadows. Deze gast hier. We zouden hem kunnen bevechten. Maar daar wil ik nog wel even mee wachten. In ieder geval, Frankly heeft ons... Ik ga je squishen. Oké, never mind. In ieder geval, badges. Badges die werken heel erg simpel. Als we naar onze badges toe gaan, dan zien we hoeveel badges dat we hebben. We hebben 3 badge points. En we hebben 1 power smash. En dat kost 1 badge om die te equippen. Je kunt alleen maar ze equippen op het moment dat je dus genoeg badge points hebt. Anders zou je ze dus niet kunnen equippen. Om ze te unequippen, moet je dus gewoon weer hetzelfde doen. Eigenlijk gewoon weer op aandrukken als je erop staat en dat zit. Nou, je kunt ze dan in battle gebruiken. En in onze eerstvolgende battle die we dus gaan doen, zal ik laten zien hoe dat precies werkt. En jij bent mijn proefkonijn. Tenzij dat het er één is. Oké, nee, we hebben er 2. Het is een beetje zonde om hem hierop te gaan gebruiken. Maar hey, het is een tutorial, dus ik laat jullie gewoon zien hoe dat het werkt. De Power Smash die kost 2 FP en is dus een totaal andere aanval. Op het moment dat we die gebruiken, zien we ook dat het langzamer gaat. En die doet 4 damage. En ja, ik ken die stylish uit mijn hoofd. Dus vandaar dat ik dus echt precies weet wanneer dat ik moet drukken. En met 3 mensen die nou op zitten te kijken. Serieus! Ik bedoel, ik snap dat het een reference is naar Mario 3 en dat we dus een publiek hebben en zo. In verband met dat het allemaal gestaged lijkt en alles. Oké, hier is het niet gestaged, maar daar komen jullie later wel achter. Maar... Damn, maar 3 kijkers. En daarboven zit een kistje. En dat gaan we heel lang nog zien daar wat we nog niet te pakken kunnen krijgen. Oké, nou hier hebben we dus een bootplateautje. Nou, dan kan ik op X drukken, een Y drukken, zoveel als dat ik wil. Maar het doet niks. En we hebben hier iets. That thing is kind of soggy. Ja, dat is leuk. Ah ja, laten we er maar op springen. Bloop, bloop! Oh! Blooper! Oké, dit muziekje wat we horen, dat is een beetje de boss battle muziek. Bloop, 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 bloop. Bloop, bloop, bloop. Bloop, 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 bloop. Bloopetie, bloop. Bloop, 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 bloop! Hey Mario, you remember what Professor Verity told us, right? You can press something and something mid-tutorial. Nou, dat is niet echt nodig. Oké, het eerste wat we willen gaan doen is eigenlijk van die tentakels afkomen. Dus je wil hier als eerste een Fireflower gebruiken. Het is de eerste keer trouwens dat we een item gebruiken, dus waarom ook niet? Dan zullen die tentakels gelijk weggaan en hij zal gelijk vallen. Dan willen we onze Tattle Ability gebruiken om gelijk even te kunnen zien hoeveel HP dat deze blooper eigenlijk heeft. Het is een blooper. En hij is heel erg groot en hij is slimy.
Blooper heeft 12 HP, zijn aanval is 1 en defense is 0 en het valt aan met zijn tentakels en met inkt. Zijn tentakels die zullen allebei 3 HP hebben en die hebben dus ook een aanval van 1. Dus het is maar een Blooper. Goed. Nou kunnen we dus nog een keertje eventjes goed onze Power Smash gebruiken. Dat is heel erg simpel om die gelijk even te gebruiken. En met Goombella heel eventjes de headbonk aanval. Oké, hij gaat nu overeind staan. Nou zou ik dus eigenlijk een beetje de sterren aanval kunnen gebruiken om mijn FP te gaan herstellen. Het nadeel is, dan krijgen we hem dus niet meer uitgeschakeld. Dus ja, ik wil hem liever deze beurt uitschakelen voordat hij die inktaanval gaat doen. Want die inktaanval die is nogal vervelend en je kunt het tegengaan. Dus in ieder geval stylish. Ja, er is een trucje voor om te weten hoe. Er is later in het spel kun je een badge dat je precies een uitroeptekentje ziet. Wanneer dat je dus weet wanneer dat je stylish kan krijgen. En ja, die heb ik gewoon heel erg goed onthouden. Bloop. Dus dat daar een plateau, Blooper. Oké, nou in ieder geval je moet ook uitkijken als je dus het water inspringt. Op het moment dat je het water inspringt, alles is van papier, dus je kunt niet zwemmen. Dan zal er een piranha, die zou dan naar boven te komen en die bijt jou. En dan krijg je dus een hartstikke grappige cutscene te zien. Tot je dus gebeten bent en dan val je dus weer terug op het eerste stukje land. Een beetje hetzelfde als hoe dat je in lava valt bij Twilight Princess of in Skyward Sword. En dan je verliest wel 1 HP. In ieder geval, hier is onze pipe waar we naartoe moeten gaan. Dus op naar de Paddle Meadows. Ik hou van deze muziek. Well, here we are, the Paddle Meadows, where folks say a crystal star hides. Woohoo, here we go Mario, the start of our adventure. This is completely awesome. Nou, dat is heel erg mooi. Het eerste wat je hier wilt doen, elke boom die je tegenkomt, ram er even tegenaan met je hamer, want er zit een star piece in en er kan er altijd andere dingen in zitten, zoals items of coins. Dat is een ander trucje om te weten. Wow, what was that? Oh, is that a... Wow, Mario, look! Totally incredible! I've never seen anything that humongous before! It looked kinda scary too. Weird, Professor Franklin said this place was peaceful. Wow, crazy! We just started and already there's an intrigue. Come on Mario, let's go! Zoals altijd, heel eventjes hier achter alle steentjes kijken. Wie weet wat er verborgen zit. Er kan altijd hier iets verborgen zitten. Niet dat ik dacht dat er hier iets achter zou zitten. Maar ze zijn zo gemeen, dus je wilt toch inderdaad alles wel heel eventjes checken. Hier krijgen we weer een gratis mushroom. Ik heb echt altijd mushrooms heb ik nooit echt nodig gehad. Nou, daar zit niks in, dat is jammer. De zinloze boom is zinloos. Dan kunnen we hier al even kijken. En natuurlijk komen we hier ook nog vijanden tegen. Dachten jullie soms dat we geen vijanden meer tegen zouden komen? Natuurlijk wel. Ja, en ik zal deze er nog niet uitknippen, want we krijgen dus hier gewoon echt alles weer te zien wat we al gezien hadden. Dus ja, vijanden die we dus al gezien hebben, die ga ik er dus nou wat meer uit gaan knippen. Want ja, we hebben de levels nodig. En ja, om dit de hele tijd te laten zien, dat heeft natuurlijk weinig nut. Oh, trouwens, ook heel erg belangrijk om te weten. De special moves kunnen alleen maar gedaan worden door Mario. Dus ja, Goombella kan ze helaas niet. Rode kistjes, altijd heel erg handig, want rode kistjes hebben altijd een badge bij zich. Close call, je zou hem kunnen equippen, maar nou ja, ik bedoel, we hebben toch nog niks anders op dit moment. Maar ja, zoals ik eigenlijk zelf vind, ik vind hem zelf een beetje zinloos. Het is namelijk een kans voor altijd als je in gevaar bent, dat je dan geen damage meer zal, of dat je dan automatisch een autododge hebt. Sterker nog, jij hebt zelfs een badge van close call voor de partner, voor de vriend. En die zou ik dolgraag willen hebben, maar ik kan hem helaas alleen maar hopen, want het is een kansverhaal. Hopelijk dropt hij hem. En dat doet hij niet. Natuurlijk niet.
Oké, nou we hebben hier dus weer een pipe die we dus hier zien. En daar kunnen we wel op springen. En even kijken waar dat hier ons naartoe brengt. En dan zien we dus achter ons zien we dus een badge die we niet kunnen pakken. Hoe dat je ook springt, je kunt die badge niet te pakken krijgen. We kunnen wel dat doen, maar helaas worden we dan ondergebroken door een Koopa. En trouwens, Luigi zit in het publiek. Je hebt af en toe wel eens een keer dat je de... Ja, dat je Luigi in het publiek ziet. Dat is altijd leuk. En jij wil een steen gooien? Jij schavuit. Stomme steen Goomba. Het enige nadeel is, met Tel kunnen we maar heel weinig doen op het moment. Yay. Oké, nou eens even kijken of ik die superguard goed kan timen. Kijk. Het enige nadeel is, we kunnen maar met één karakter kunnen we maar de spiked heads neerhalen. Dat kan best wel vervelend zijn. En tot nu toe hebben we nog steeds geen één battle erin uit kunnen knippen, omdat er in elke battle ondertussen iets gebeurde. Nou ja, het scheelt Reddit werk, maar... Nou ja, we kunnen in ieder geval deze een beetje meer pakken. En bijna 100 muntjes, bijna een leven! Vergeet niet, verbron mijn 100 muntjes, dus je kunt meer dan 100 muntjes hebben. Oh, one more thing, Mario. You ever find yourself like wondering what to do? Just press something. Ja, stop nou eens met die reminders. We weten het al. Oké, nou, en dit wordt de eerste knip. Yes. Nou, dat is altijd handig. Dit gras hier bijvoorbeeld, dat ziet er heel erg raar uit. En grassprietjes, die wil je ook inderdaad altijd controleren. Omdat er kan items achter zitten. Er kan een starpiece achter zitten. Nee, ik weet niet of er trouwens een starpiece achter kan zitten. Maar er kan in ieder geval van alles achter zitten. Hierachter zit een warpipe, want we kunnen ook niet verder. Want de weg die houdt daarop. Als je terug zou lopen, daar vind je helaas niks. Dus dan ben je daar vanaf als op de hoogte. En ik moet zeggen, ik vind dit een van de geweldigste details in het spel. Ik bedoel, gewoon dat je dus zo op de achtergrond kan lopen. Als we weer een beetje verder lopen en die switch even negeren, dan kunnen we dus al een beetje van de voorgrond zien. En vinden we dus ook nog eens een keer een starpiece. Verder die kant op ligt niks. Ja, dan gaan we maar even terug hobbelen naar die switch. Want echt... Oh, trouwens, dit is geweldig. Ik zal heel even stil zijn en geniet hiervan. Ik vind dat zo awesome. Ik vind het zo jammer tot er te weinig van die dingen zijn. En tot sommige dingen gewoon heel erg leem. Gewoon een bladzijde weghalen. Maar ik vind dit zo geweldig gemaakt. Hoe maak je een brug? Gewoon boekbladder gebeuren. Hartstikke leuk. Oké, dus we willen hier al eventjes weer alle gasprintjes even controleren. Kijk, een mystery. Dat zijn eigenlijk best wel leuke items. Dat kan elke item bevatten. En welke dat je krijgt, ja, dat is een mysterie. Dus het kan juist een heel goed item zijn. Het kan juist een heel slecht item zijn. Het kan willekeurig in één keer iets zijn. Ze zijn gewoon heel erg grappig. Het is een van mijn favoriete... ja, een van mijn favoriete items. En we komen bij ons eerste dorpje. Waardoor dat we dus weer voice acting krijgen. Yay! Welcome, travelers! Where are you, yes? Well, this is Peterburg. Sorry, but it's been a long time since we had any visitors here. We're kind of remote. Yippity! Once that dragon hocktail was spotted flying around this area. Well, it didn't help tourism, put it that way. People just stopped visiting. Dragon? Hooktail? That must have been that huge thing we saw earlier, Mario. So it's called Hooktail, huh? Ooh, scary name. So anyway, Green Boots, have you ever heard of these things called Crystal Stars? We're on a quest for them. It's very important. Crystal Stars, you say? No, I can't say that I have. Sorry about that. You might want to speak with the mayor, though. He's old. Really? Really old. And that is gewoon brutaal. As such, he knows all kinds of stuff we don't. Koopas of his age are really smart. Anyway, the major left that pink house up ahead. You should check it out. A pink house? Sounds totally hideous, but it should be easy to find. Thanks for your help. You blindertjes. Oké, nou, hier kunnen we dus eventueel slapen, omdat hier dus een in zit. Nou, slapen dat herstelt dus alles, maar dat is voor ons niet echt nodig. En ik zag hier een bloempje. Hoi. Top of the morning, het is I, Bulbalber! Oké, sorry. Jacksept de bloem. Sorry. I'm as happy as can be. Why? Simply because I'm surrounded by flowers. Ik kan geen Jacksepticeye impersonate doen. Serieus, daar ben ik heel erg slecht in. In ieder geval, als we achter ons kijken, dan zien we hier dus ook weer gelijk een winkel. En daar wil ik zeker heel eventjes kijken. Hallo. Nou ja, we hoeven eigenlijk niet echt met jullie te praten. Wat je zeker een paar wil meenemen. Je wil een paar powerblocks meenemen. Ik zou zeggen, laten we er... 3 meenemen.
Dat is heel erg handig. En voor de rest, er zijn trouwens nog een paar nieuwe items. Bijvoorbeeld de Courage Shell, dat zorgt ervoor dat je defense omhoog gaat. Mr. Softner, dat zorgt ervoor dat de defense van een vijand omlaag gaat. Deze dingen die heb ik al uitgelegd, dus ja. Bouwblok, die doet 2 damage en zorgt ervoor dat alle vijanden die op de grond zitten, ja, omswappen. Dus, Minidood? Hallo? Hey, what's up? I gotta say, I really hacked up playing a game with advanced games lately. There's this game that's just absolutely rules. It's called Fire Emblem. You ever heard of it? Man, it rocks my socks! Really, Nintendo? Really? Je hebt een raar kapsel, laten we eens even met jou praten. Ah, bonjour, mademoiselle. It is a beautiful day, no? No, 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 no. Not you, Monsieur Moustache. I am speaking to the lovely little cabbage behind you. What do you say, my pretty? Abandon this dullard and come away with moi. Ew, are you kidding? Ew, nice wig, you disco wannabe. Take a hike, bozo the dork. Ik vind eigenlijk best wel grappig hoe dat haar ogen een beetje die streepjes nu zijn, omdat het door die bloemen, maar dat maakt niet uit. Hohoho, oh, sacre bleu. Such brutal honesty. Such a sharp tongue. Well, I retreat for now. But if you change your mind, Cherry, come find me. What a total sleaze. Let's go somewhere else, Mario. Je stem is echt weer veranderd. Die verandert 300 keer, dat weet ik zeker. In ieder geval, dan hebben we hier ook nog een witte bobom. Hut! I am General White. I'm a bobom. And I have lost my hopes and dreams. I live in solitude hell always. I must apologize, but I ask you to leave me at once. Leave me alone. Oké, prima. Nou, we hebben hier geen huis met iets. Toch eventjes nieuwsgierig wat hier binnen zit. En je hebt jellybeans. En heel veel foto's van Peach. Hey, well, come on in, I guess. Doors open. Oh, Hooktail, it lives at the top of the old castle behind this hammock. Have you heard the rumors? Some say lots of treasure is hidden in that castle. Sorts of people have gone in search of it, but no one has returned. So, what do you think? You're getting scared, huh? Ik ben een beetje scared op hoeveel Peach-foto's dat je daar al niet hebt, gast. Serieus? Een beetje te veel misschien naar mijn smaak. Oh, hebben we hier nog een Jacksepticeye bloem? This village is very nice. Clear water, clean air, absolutely delicious. But this foul Hooktail, it's made everyone forget their fortunes. It is sad. Ah, arme jij. Nou, we hebben in ieder geval het roze huis gevonden. Damn, he's old. Wauw. Serieus. En dan geen snor, ik ben teleurgesteld. Maar goed, hallo. Oh, trouwens, oude vent. Dan weten jullie al welk stemmetje dat er gaat komen. Who's that? Someone's there. Who is it? Who? What do you want from me? I know. Your thieves. Thieves, I tell you. Here to rob a defenseless old Koopa. Despicable. Go on. Do what you will. But as you can plainly see, there is nothing to steal here. Oh, I guess I have a little money. Take it, you fiends. And my antique shell, too. Just leave the photos of me and the missus. Can do without those memories. What? You're not thieves, you say? Well, what's your story then? Oh, wait. You folks looking for crystal stars? Well, why didn't you pipe that up before, you idiot? We're just wasting time here. The crystal stars, you say, you're hunting. Oh, wait. What did I hear about those dang things again? Ah, I got it. Hooktail. Hooktail's got what you're looking for. It is this enormous horny dragon. Eats folks, they say. You know Hooktail, right? Ja, we hebben hem gehoord, we hebben hem gezien, we weten er alles van. Well, this Hooktail brutal flyby snacking have all of us pins and needles. So your reckless fools, your gallant heroes, off to rough it up? Yep. This does sound promising. Why, if you can rid us of Hooktail, we'll shower you with gratitude and rewards. Wait, what's that I hear? You'll accept no reward? Dat hebben we niet gezegd. What an unselfish man. You're noble indeed. Yep, a good hag. Hi. Now, what did you say your name was again? Mario! Murphy?
That's a fine name. Yes, a fine name indeed. Well, now, Murphy, it's Mario. I appreciate it, Murphy. You are nice. They are nice eyebrows. Now, listen up. If you're intent on going to Hooktail's castle, find a secret pipe near this village. I don't know where it's at, but I know you need stone keys to use that pipe. The keys are somewhere in Swung Fortress, just past the village. Get them first. Well then, Murphy, get going and take care of that Hooktail monster. Okay, tuurlijk. Als jij het zegt, waarom ook niet? Hierachter zien we een badge en er is geen manier om die badge te krijgen. Ik heb hier vele malen gewoon geprobeerd om gewoon zo hier proberen zo te springen. Lukt niet. En dan zou je dat wel doen, dan kom je vast te zitten en dan heb je dus een heel erg groot probleem. En jij ziet eruit als een female Koopa. Hello there, my name is Koopy Koo. It's nice to meet you. Oh my gosh, that hat, those overalls, and that magnificent moustache. Snappen jullie nou eindelijk waarom dat ik een snor heb? Magnificent moustache. Dan snappen jullie het. Yeah, Mario, aren't you? I've heard tales of how strong you are. If you're here, that means you're going to challenge that monstrous Hooktail. Oh, if only Koops were as brave as you. Wie is Koops? Zou die hier in dit huis zitten, heel erg toevallig? What did you say? You mean you're actually going to Hooktail's castle? I can't believe you dare challenge that behemoth. It eats people, often. It's really none of my business, but it's a scary dragon, and that's no lie. Nou, dankjewel, Koops. Tenminste, ik denk dat jij Koops bent. Daar ga ik vanuit, omdat vrouwke staat haar. Dus, ja. We hebben een e-mail. Een systeem waar ik ook nog steeds niet heb uitgelegd. Op het moment dat je een e-mail krijgt, kun je op start drukken en dan kun je dus naar je items toe gaan. Want dan hebben we hier gear, important items. En dan kunnen we dus zien dat we een mailtje hebben van Frankly. Hello Mario, working hard Professor Frankly here. In e-form, it's highly likely that you receive emails like this once in a while in your journey. So check your mail often. I actually have nothing more to say than that. En succes met de Crystal Stars. Frankly, e-mail. Oftewel, van Frankly hebben we een e-mail gekregen. Er zit er dus nog eentje bij en dat is de RDM Registration. Direct mail verification, dear Mr. Mario. Thanks for registering with Rockport Device, dear RDM. Your kind friend, Mr. Frankly, refer to us. Our direct mail service will provide you with regular times news updates. We hope you enjoy our service. Heel misschien, dat weet ik dus nog niet. In ieder geval, dat is dus iets van service, dat weet ik allemaal meer. Ja, ik kan niet alles vertalen, jongens, maar dat hadden jullie ondertussen dus wel door. Hoi! An old stronghold called Swank Fortress lies ahead. Stone creatures live there. At last, it might live there. This gate is to keep it out. My job is guarding the gate. But if the main entrance is okay, I'll let you pass. Careful out there, though. Nou, dankjewel. Graag gedaan, kerel. Makker. Dude. Excuse me. I beg your pardon. Wait a moment, please! Dat was luid. Pardon me for yelling like that. I was picnicking. How to begin? My name is Koops. I heard you're traveling to Hooktail's castle. So anyway, I have a favor to ask. Just forget it. Never mind. Ignore me. Goodbye. Okay, that was weird. What do you think that was all about? Talk about issues. Maar goed, we hebben dus een nieuw object en we moeten dus hier en we moeten iets van stenen zien te vinden. Niets in die trend en daarom moeten we die kant op gaan lopen. Maar ondertussen zitten we op 25 minuten van footage, dus ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat weten wat jullie van de stem van Koop vinden. Ik vond hem zelf eigenlijk best wel leuk. Ik dacht bij wagen, ik wil hem een beetje zo'n dorky stem geven. Lekker wel eigenlijk lachen. Dus laat weten wat je daarvan vindt als je daar de tijd voor hebt. En natuurlijk, Mario heeft het verschillende keren in deze match gedaan, of in deze video gedaan. Dus ik vraag aan jullie natuurlijk of jullie daar ook even de tijd voor kunnen maken. Om even een like te geven aan deze video. Als je natuurlijk de tijd hebt. En anders heb je waarschijnlijk al weggeklikt. En hoor je me gerendel. Rembrembel. Gebeuren nou niet. Dus. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Dus tot dan. Doei.